Wanneer wij praten over vervoersbeleid, na een aantal jaren hebben wij nu een bepaalde maatschappelijke situatie. De aanloop is meer dan 60-70% afgenomen. We hebben meer overtollig autoverkeer in Suriname. En de openbaar vervoer hebben wij, maar het belang van openbaar vervoer is dat openbaar vervoerverkeer sneller moet zijn dan jouw privéauto gebruik. En dat hebben wij nog niet momenteel. Aan het woord was de voorzitter van de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer, Suraj Sahadeolal. Hij vindt dat er eerst randvoorwaarden gecreëerd moeten worden voordat men het vervoersbeleid in Suriname kan uitstippelen. Een van de voorwaarden is het ontwikkelen van een transportindustrie. Sahadeolal zegt dat jonge ondernemers al moe zijn van het oude systeem dat al jaren bewust in stand wordt gehouden. Ze willen een nieuw model zien waarbij de investeringen merkbaar moeten zijn. Men moet het grotere plaatje gaan bekijken voordat men zich gaat inmengen met het kleine problemen die wij hebben binnen de sector. Ja, denken wij in die richting. We moeten gaan kijken hoe groot is het aanloop van passagiers in Suriname. Hoeveel bussen hebben wij daarvoor nodig? En in de wereld hebben wij grote bussen, middengrote bussen, kleine bussen. Hoe gaan wij dat nu accommoderen en faciliteren binnen het geheel van Suriname? Wij hebben ook binnen de wereld dat er tram en metro zijn voor openbaar vervoer. Is dat nodig in Suriname? Want een rit naar Nikeri kost jou 4 uren tijd. Hoe kunnen wij die lange ritten die wij hebben in Suriname verkorten naar een rit van 1 uur bijvoorbeeld? Is er daaraan gedacht? Dat was Suraj Sahadeolal, voorzitter van de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer.